Oké, ik praat er wel over. Hou op. Wat Balloon Boy doet als hij in je kamer staat. Ja. En eigenlijk is de bedoeling dat je de ster hier ongeveer pakt, zodat je zo kan doorrennen. Fucking bitch, die blokken staan er echt alleen maar om mij te kutten, hè. Oh, Bowser, jij geniale slechterik. 2017 is een van de beste jaren voor games tot nu toe. Ah, de gamewinkel. Wat hou ik van deze winkel. Er liggen hier zoveel leuke spelletjes die ik kan gaan spelen. Oh shit, hij gebruikt je arm. Dat is super effectief. Oh, god, ja, los. Yay! Oh, kut, nee, shit, sorry, motherfucker. Ah, de gamewinkel. Wat hou ik van deze winkel. Er liggen hier zoveel leuke spelletjes die ik kan gaan spelen. What the fuck, ik hoor een zombie doodgaan. Oh, krijg nou wat. Daar is een zombie, joh. Nou, gaan wij eventjes uit. Oh, kut. Ik had dus eventjes heel leuk gezegd zo van welke serie we vandaag online hebben. Cookie Clicker, Lego Star Wars. Niemand koos Lego Star Wars, wat echt wat zegt over de serie gewoon. Wat is de beste Pokémon game? Grand reopening, bla 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 pizzeria, bla 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 bla. What could go wrong? Nou, fuck jou. Oké, dan. Oh mijn god, oud Five Nights at Freddy's. Hallo. Hi, dit keer ga ik ook beter op de story letten. A few inches later. Ik kan hier niet tegen, ik ben weer terug bij Five Nights at Freddy's. Oh man, ik zeg wel van, ik wil op de story letten, maar tegelijkertijd wil ik commentaar geven. Ah, ik kan niet wachten om Pokémon Sun te spelen. Oké dan, ik ga maar gewoon naar huis. 3 days later. Ah yes, ik ga hem eindelijk spelen. Even me... Oké dan, daar ga ik maar niet verder naar kijken. Gewoon even mijn 3DS pakken en hem aanzetten. Oh, ik kan niet wachten op Pokémon Sun te spelen. Oké, ik praat er wel over. Hou op. En wij zijn de verkeerde kant op. We moeten hier naar beneden. Kut, sorry. Het is zo moeilijk voor mij om te navigeren. Waarom doet deze game dit aan? Deze fanclub gasten. Die geven gewoon alles weg wat ze hebben. Het is zo leuk, zo fijn. Dit is, kijk maar. Een voorkant. Hier. Dit is, dit is verkeerde hoofd. Ja, ik vond het al heel erg creepy dat daar opeens een hoofd. Ga wel een kelder maken met allemaal hoofden erin, hè? Want, ja, ik ben al begonnen met het verzamelen. We doen alle hoofden in één chest. En dan kunnen Annemarijn en Dimitri ze nooit vinden. Dan begraven we hem ergens. De eieren zijn... Oh, nou doen ze het opeens weer normaal. Net glitchten ze de hele tijd bij mij. Daar is wat de fuck, dat is Anne! Daar is Annemarijn! Anne, wat is dat, je huis? Oké, dan, daar is de puppet. Weet je wat? Iedereen volgt altijd die fucking kut puppet. Ik ga eens een keer de andere kant op. Of vervoegen, of weet ik veel wat. Het is 5 a.m., dus nou eventjes heel goed opletten. Nee! Ik ben dood. Ik ben dood. La 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 la. Yep! Je denkt dat je het haalt, maar dan gaan al je hoop en dromen weg. Dus mensen, we gaan het vandaag over iets hebben. Namelijk dat Foxy moet opbokken. That's crazy. Oh, wacht even, wat? Oké, ik dacht dat ze... Oh shit, ze zijn weg. Oké, Bonnie is weg. Elke keer als een hele vette nieuwe game uitkomt, gaat meteen iedereen die spelen. Maar dat kan ik ook wel snappen, want bijvoorbeeld Resident Evil 7. Dat is eigenlijk ook wel een soort van hype spelletje, maar dat is ook wel logisch, want dat is gewoon een vette game. Die wil iedereen wel spelen. Hij is deels water, deels grond. En daardoor kan hij niet echt... ik vang opeens een Quagsire. Dat wilde ik niet. Maar weet je wel dan nog... Of was geen Quagsire. Dat was een fucking...
Quagsire, welke Pokémon is Quagsire ook weer? Nee, kut. Oh, kut, ik faal deze... Nee, kom op, ik faal deze ster nooit. Volgens mij ben ik iets vergeten. Oh ja, ik moest nog een Q&A video maken. De volgende vraag is, wat is dit voor knop? Nou, bedoel je deze knop? Want dit is de like-knop, die kan je vinden op YouTube. Je hoeft er alleen maar op te klikken en dat zou heel erg leuk zijn voor deze video. En als je dan toch bezig bent met op die knop te klikken, klik dan ook even snel op deze knop hier. Zo, het zou echt heel erg tof zijn als je daar ook op zou klikken. Het is echt een geweldige knop. Klik erop. Dankjewel. Hoeveel octopussen zitten er in het spel en hoeveel uilen? Geen! Heb er plezier mee! Wat is... Rick en het portaal? All around me are familiar faces. Worn out places. Worn out faces. Bright and early are the daily races. Going nowhere. Going nowhere. Ik ben er klaar mee. Ik kan je niet meer tegen. Alle stress. Vaarwel. Kijk, zie je, dit is een probleem met die nieuwe update. Als je zo slaat, dan slaat hij meerdere monsters tegelijk. Wat tijdens een gevecht heel handig is. Maar dat is gewoon niet handig tijdens het slachten van die kippen, weet je wel. Want nou moet ik de hele tijd die kippen zo uit elkaar gooien. En dan pas kan ik ze pas krijgen. Nee, kip, hou alsjeblieft op. Kip, nee. Oh, Gaia Wolf. Yay! Oh, kut. Nee, shit, sorry. Motherfucker. Oh, kijk nou eens. Hij maakt Luigi. Blijkbaar is Super Mario Advanced 4, of tenminste de game waar het een remake van is, blijkbaar wordt dat gezien als de fucking bitch, als de moeilijkste, ja, de moeilijkste Mario game, gewoon normale legit Mario game die niet is gehackt, die ooit is gemaakt. What the fuck, wat gebeurt er? ByteFans, wat doe je? Je verpest alles! Fucking ByteFans! Ik weet niet eens wat een fucking ByteFans is. Alleen het zegt de hele tijd, oh, download mij, download mij. Is een van de programma's van Microsoft. En ik haat het, want het zet alles stop. Nou, even kijken. We gaan gewoon dit eventjes mooi inkleuren, joh. Ik ben gewoon de gast die alles inkleurt. En gewoon eigenlijk helemaal geen ene flikker doet met zijn leven. Oh, wacht even. Wacht. Helemaal vergeten. Helemaal vergeten, we gaan dit niet twee afleveringen achter elkaar hebben. Namelijk, wij hebben hier zo in onze PC nog Bunnykill zitten. Die ik graag terug wil hebben. Oh, wacht. Kut, nee, hier. Ja. Yeah. Matt en ik, als wij skypen, hebben we altijd wel van die leuke gesprekken. En ik van, gast, dit moet een keer opnemen. En toen zei Matt van, waarom gaan we niet een serie doen op mijn kanaal waarbij jij als gastrol terecht komt? Ja! Ja, kijk, het ding is, ik en Lucas, ik mag zijn naam wel in het echt zeggen, dus dat is leuk voor mij. Haha, ik ben slecht, oké. Hey, kijk, daar is Luigi! Maar vonden jullie deze video leuk en voelen jullie op dezelfde manier hierover als ik dat doe? Geef dan een like, abonneren zou ook wel leuk zijn en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!